In MEFS was te zien dat Kim nog erg rouwt om het verlies van haar ex. Ze besloot daarom eerlijk haar gevoelens aan Antoine op te biechten, waarna er een pauze werd ingelast. Toch leek het erop dat Kim niet volledig afscheid nam van het avontuur. Je zat op een hele mooie, roze wolk voor het huwelijk en tijdens het huwelijk en daar ben je lichtelijk vanaf gevallen, zo vertelde ze voor de camera's. Maar ik hoop dat het trappetje niet af is gebroken en dat je nog steeds omhoog kunt klimmen om terug erop te komen. Elk sprookje heeft zijn dieptepunt en eindigt uiteindelijk ook mooi. Er staat nog niet die end achter, dus we zullen zien waar het eindigt. Op haar Instagram is nu te zien dat ze weer definitief naar Tenerife is vertrokken. Ze woonde hier eerder al, maar was een jaar geleden weer teruggekomen naar Nederland. In een video is nu te zien dat ze het vliegtuig heeft gepakt naar Tenerife en inmiddels weer op het eiland is. Lieve allemaal, Nederlandje was geweldig, maar ik ga terug naar het geweldige mooie eiland om hier weer een mooi, nieuw avontuur aan te gaan, zo schrijft ze bij de video.